We zijn vandaag de gast bij de Open Jeugdmiddag van de Zuiderse Tennisclub. De kinderen spelen hier al met mooi bier. We gaan even kijken wat er precies inhoud is van de les. Zit je al op een sport of was de eerste keer dat je hier kwam? Ik zat eerst op turnen en ik zit nu ook op dansles. Oké. En waarom tennis? Omdat papa doet dat ook en heel vaak in een speeltuintje doen we tegen de muur ook tennis en dat is heel leuk. Wie heb je meegenomen? Je zoon, je dochter? Mijn dochter Renske van 7 en die is nu allerlei sporten aan het uitproberen omdat ze de zwemdiploma's in heeft behaald. We gaan eerst proberen een beetje de baan de bal te winnen. Een beetje hoog houden, bal met een stuit. Je moet op een gegeven moment met een stuit gaan spelen. Langzaam een klein beetje met elkaar overspelen. Dus kijken naar wat de kinderen kunnen. Een beetje de basisbeginselen. En je ziet al, de breedte van de baan met zachte ballen, kleine racketjes. Het is gewoon makkelijk om hier een kleine opstart mee te maken. Waarom een open middag voor tennis? Wij hebben elk jaar een open jeugdmiddag om mensen te laten kennismaken met onze club. We zijn een hele familieclub, het is een hele oude club. Het is de club, de oudste club van Utrecht en een van de oudste clubs van Nederland. En we hebben altijd een open jeugdmiddag omdat we gewoon de jeugd kennis willen maken met tennis. Er zijn altijd vriendjes, vriendinnetjes van de kinderen die al spelen hier. Die willen laten zien wat we hier doen en kijken ook of je nieuwe leden kan werven uiteraard. De voordelen op tennissen zitten. Eén, je zou het elke dag zou het kunnen doen. Alleen met andere sporten moet je echt wachten op een training. En bij de tennissporten kun je gewoon elke dag, wanneer je zin hebt, naar de tennisbaan komen. Met je vrienden vrij spelen, met familie. Er zijn toernooien, competities. Maar elke dag ben je buiten de tennisles om toegankelijk op het tennispark. Dus ja, dat heb je wel veel voordelen. En je kunt eigenlijk het hele jaar kind gewoon door beoefenen. Tot late leeftijd aan toe. Ja. Met de voet, met de hoofd en met de kop. En wat vind je ervan tot en toe? Ja, het ziet er leuk uit. Maar weet je, ik kan het leuk vinden. Vooral zij moeten het leuk vinden. Wij passen ons wel aan. En wat vind je gewoon belangrijk aan een sport te doen? Omdat ze het leuk vindt. En bewegen is natuurlijk gezond. Een stukje team. Alhoewel tennis natuurlijk niet echt een teamsport is. Maar ze leren winnen, ze leren verliezen. Spelregels, een stukje discipline. En vooral gewoon lekker bezig zijn. Dus dat. Renko, mag je me nog een beetje uitleggen waarom jij de ballen naar beneden gooit? Eens vind ik het natuurlijk hartstikke leuk om eventjes een spelletje te doen. Ik doe het ook een beetje meer ook, voor de warming-up. Ja. En dus een beetje gelijk een beetje het voetenwerk een beetje meepakken. Dus daar pak ik eigenlijk alles in één. En dan gaan we zo meteen lekker voor de les beginnen. Dus eigenlijk meer een spelvormpje. Als je in een sport zit, dan moet je per se in de competitie gaan spelen. Is bij tennis ook zo? Ja, ik denk als je bij voetbal gaat, ga je wel automatisch competitie spelen. Hier is dat niet. Je moet niks. Het gaat vooral om mensen plezier hebben om te sporten, om te bewegen. Met vriendjes en vriendinnetjes gewoon samen te spelen. Maar wil je verder komen of wil je beter worden, dan is het wel handig om of toernooitjes of competitie te gaan doen. Want dat helpt. En nou ja, als je het beter kan, dan wordt het ook leuker. En voor de mensen met minder inkomen, die gebruik maken van de U-pas? Ja, zeker, zeker. De mensen met de U-pas kunnen hier zeker terecht. Als je je opgeeft, wordt dat geregeld samen met de penningmeester. Dan kun je dat allemaal regelen. En dat kan zeker, ja. Ja. Het is niet alleen voor hogere inkomen, zeker niet. Nee, iedereen is welkom. Nou ja, daarna zullen we zien wat het wordt. We wachten het af. Ze heeft meerdere dingen uitgeprobeerd. Tennis is er één van. En ik ben heel benieuwd wat ze gaat kiezen. Nou, succes daar met zoeken. Ja, dankjewel.